Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5 LSB Divarmor en vandaag ga ik op pad met deze T6. Dat is een nieuwe T6 die in Nederland rondrijdt. Wordt gebruikt voor voornamelijk bike team denk ik, maar ook wel noodhulp hoor. Ze rijden zeker niet overal in Nederland rond. Ik heb hem sowieso in Almere alles zien rondrijden, niet zelf maar op filmpjes. En Utrecht denk ik ook wel. In ieder geval, het is, het is een nieuwe variant. Want iedereen dacht van ja, ze nemen alleen maar Mercedes en Mercedes aan. Dus Vito's en B-klasses. Maar de T6 en de Touran die komt ook toch nog wel steeds terug hoor. Touran niet zoveel van noodhulp, zeker voor hondengeleider. Zie je toch vaak de Touran die ik laatst nog in een video had opgenomen terugkomen. Daar gaan we even naartoe. Een stil alarm bij mogelijke inbraak, dus daar gaan we direct heen. De T6 is gemaakt door Daniel van Team MCH Modding geloof ik. Of ik weet niet, Team MCH sowieso, Modding Community Holland. Shoutout naar hem dat ik deze mocht gebruiken. Die kun jij ook gebruiken als je de, hoe heet dat ook alweer, supporter zal ik hem even noemen, wordt via zijn Discord. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Tevens ook de link naar zijn Instagram pagina. Hij heeft nog meer vette auto's gemaakt. Wij hebben op dit moment de telefoon naast mij. Met die telefoon kan ik blauw bedienen. En dus blijkbaar ook deze knop. Dat is niet zo handig. Want je ziet dat Q en J. Die heb ik ingesteld. Maar blijkbaar met de Q komt er dus een minuutje in beeld. Niet als ik rij. Wat heb ik verder nog te melden? Ja, dit is natuurlijk niet handig. Alleen maar goed nieuws eigenlijk. Zoals jullie weten heb ik corona gehad. Ik heb het niet meer, dat is het goede nieuws. Ik ben er vanaf, ik ben wederom getest en die test was negatief. Dus dat houdt in dat ik het niet meer bij mij draag. Ben ik nou immuun? Dat weet eigenlijk niemand, dat weet ik zelf ook niet. Dus dat moet gaan blijken in de loop van de tijd. Maar ik hoop dat ik in ieder geval immuun ben. Maar ik ben nog steeds heel voorzichtig natuurlijk. Daarbij heb ik heel veel reacties van jullie gehad, zowel op YouTube als op Instagram. Op Instagram heb ik plus 100 chatverzoeken openstaan. En daar ben ik super blij mee. Ik kan ze helaas, of ik heb besloten ze niet allemaal te openen en zeker niet op alles te reageren. Ook als je bijvoorbeeld een berichtje naar mij hebt gestuurd en je ziet dat die gelezen is. Sorry daarvoor. Ik waardeer echt alles. Maar ik heb eigenlijk besloten om daar allemaal niet op te reageren. Soms heb ik zo af en toe dat bericht is geliked. Maar nogmaals, als je dit hoort en denkt, hé, hij reageert niet op mij. Ik heb op bijna niemand gereageerd en ik waardeer het wel enorm. Voor alle support en alle beterschapswensen. En iedereen die even blij was als ik toen het weer uit mijn lichaam was. Nogmaals, voor de mensen die dus nu pas inspringen. Ik zou nu weten waarom, het is namelijk geen live video. We zijn op dit moment te plaatsen bij een stil alarm. We gaan hier even een kijkje nemen. Mogelijk dat hier dus een inbraak is gepleegd of wordt gepleegd. De poorten gaan open. Een groot pand. We zijn op onze hoede. Daar staat iemand. Goedendag meneer. Politie. Had u al gezien. Er nog meer mensen aanwezig. Hey. Staan blijven. Stoppen. Stoppen. Zegt de volging, één persoon rent er vandoor bij de woning. Vito, help dan. Vito, achter je. Touran, achter je, help. Staan blijven. Je komen. Godmon de jus. Heb ik je nu vast? Nee, nog niet. En nu kan hij niet meer lopen. Oké. De collega's komen blijven ook niet. Je gaat geen auto jatten, hè vriend. Aan de kant. Wim moet er langs. Pak de taser. Staan blijven. Hey, ik heb een laser. Op mijn taser. Vito, waarom help je niet, bro? Laser op taser. Hoppa.
Wie een laser wil moet voelen, weet dood. Oh, nee, is niet dood. Oké. Okay. Handjes omhoog, op je knietjes zitten. Liggen, ook goed joh. Ik weet nooit wat ze doen, de ene keer gaan ze op de knieën zitten en de andere keer gaan ze... Hey! Lekker man! Wat is dat? Detained. Neutralized. Nou, dat heb ik niet gedaan. Zeg graag één transport voor de beste heer die ik heb aangehouden. Hey, ding... hey amigo, heb je een ding bij die je bij mag hebben? Oh, oké. Okay. Fouilleer hem nog even, dat hebben we niet gedaan. Hoppakee. Zeg dat Wim, zeg dat. Moeten we weer helemaal teruglopen. Voor hetzelfde was er dus een tweede verdachte ook al inmiddels ontsnapt. Bij die woning. Ik trof er eentje aan. En die ging rennen. Vaak zijn ze niet alleen, merk ik. Ja, ik wil zeggen merk ik toch, maar ik heb daar natuurlijk geen ervaring mee. Maar over het algemeen zijn ze niet alleen. Zijn inbrekers. Daar staat een auto, heel raar geparkeerd. Die gaan we nog even controleren. Ah, daar zit nog iemand in, ja. Oh, oh, oh. Nee, oh shit. Oh, zij achtervolging, één voertuig gaat er vandoor bij de woning. Graag de Zulu erbij, Zulu erbij. De Zulu vliegt erboven, dan zouden we hem op zijn goed is niet moeten kwijtraken. Nogmaals, het zou zomaar kunnen dat er nog iemand bij de woning staat. Ja, dit is toch echt de sirene die op dit busje zit. De oude sirene. Daar gaat hij, hij komt op mij af weer. Er zit een Touran bij, achter mij. En de Zulu boven mij. Daar zo vliegt de Zulu. Hoge snelheden, zeer hoge snelheden. Zulu vliegt er nog steeds boven, dat is fijn. Nogmaals, als er niks boven vloog of achter reed, zoals die Touran, dan waren we deze verdachte al heel snel kwijt geweest, omdat hij gewoon bij mij super snel vandaan reed. Wordt er geramd, gaat alsnog verder. Echt heel hard. Nou, richting vliegveld mogelijk even. Oh nee, voor het gespint knalde op mijn Coolblue busje. Nou nou, wat een gescheld. Oh, die Touran. Ja, toch wel even mogelijk de Camar in kennis stellen van deze achtervolging. Nou, wat een gescheld jongens. Oh. Uitstappen, handen omhoog. Nu maar verder in het voertuig. Appelsbergen. You're under arrest, you piece of crap.
Collega, fouilleer hem nog even. Oh, ik kan ook een rifle nu pakken. Hij had drugs bij. Vibrator, nou oké, okay, moet je zelf weten. Een zaklamp. Ik ben een beetje verdacht. Oké, okay, die Turan is helemaal kapot. Die sirene die blijft doorgaan. Maar dat snap ik wel met zijn voorkant. Dus dat is allemaal geen probleem. Hij is de chef. Ja, hij gaat met ons mee. Negeer een stopteken, verdachte situatie allemaal. Dat is geen straf of fijn, maar jullie snappen mij wel. En dan kunnen wij jouw voertuig afslepen, want die gaat hier sowieso niet kunnen blijven staan. En dan moeten we eigenlijk nog even terug naar dat naar die woning. Maar dat is super ver weg. Dus bij deze OC 1201, of wat zijn we? Kunt u voor ons toevallig nog even een eenheidje sturen naar die woning. Waar mogelijk die inbraak was, maar we hebben geen idee of daar braaksporen zijn of dat er nog eens iemand is of ja, wat dan ook. Het OC zegt ons zojuist dat er al iemand was, kijk eens aan, er was al iemand van collega's, dus dat is helemaal mooi. Dan kunnen wij weer verder gaan en kijken wat de dienst ons verder nog gaat brengen. Een beetje de T6 kapot gemaakt al, maar dat maakt niet uit, we zijn weer inzetbaar voor meldingen. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 2-2 QBAC Oscar Echo 9-1-3. A traffic violation. Proceed with caution. Voertuig voor ons is niet verzekerd. Controle hiervan deed ik gewoon even random. Lijkt er vandoor te gaan, hè? Ja. Pillbox Hill. Staan blijven. Kom op. Oké, okay, dan gaan we maar weer op deze manier doen. Staan blijven voor het getest. Oh, dat is veel wapen. Ah, dan moeten we daar weer super ver terug naar ons voertuig. Ik blijf erbij en ik zeg het bijna elke LSPD of video waar je een achtervolging hebt. Er moet een optie zijn dat je gewoon iemand kunt stoppen zonder dat je er meteen een vuurwapen op richt. Of een taser. Dat is te ver weg natuurlijk. Ja, OC, eenetjes erbij, wederom een achtervolging. Nee, dat gaan we niet doen, kameraad. Ik zie wat je dat doet. Ik heb een taser en ik ben niet bang om te gebruiken. Kun je ook vragen aan die amigo die ik toen straks heb getased. Zo. Hoe hebben jouw collega's toch die Nederlandse uniform aan? Dat ga ik jullie eens vertellen. Dat is via Dutchman, dat is mijn kameraad voor het leven. En hij, je kunt dit bij hem krijgen via Discord. Hij zit ook in mijn Discord, hij is daar staf. Dus als je dit toevallig wilt, tot mijn mannelijke collega's, maar ook de vrouwelijke collega's zoals daarachter de Nederlandse pakjes hebben, moet je zeker even naar Dutchman, moet je even contact met hem opnemen. Deze heer mag met jullie mee, boys, wij, of ik ga weer terug. Dit voertuig was sowieso niet verzekerd, dus elke schade die hij heeft gereden zit in helemaal niks. Dat zou hij dan zelf moeten betalen, maar nogmaals, geen schade gereden, wij hebben wel een koplamp kapot. Ik ga hem even fixen, ik vind het toch altijd mooi als je voertuig er mooi uitziet. Kijk eens wat een verschil je. Nou,
En versnellen die takelwaggel. Zijn, dan kunnen wij weer door. Oh, dat is achteruit. Ja, dat is toch wel weer wat schade. Sorry mensen, jullie moeten er nou eenmaal aan wennen dat ik niet het beste ben met voertuigen. Heel houden. We've got gunfire reported in Los Santos International Airport. Bus, klopt. Ik ben nooit echt gesnapt. Ik denk gewoon dat het een bus is. Bus, punt. En dat klopt, punt. Dat denk ik dat daar de gedachte achter is. We have a person with a firearm in Davis. Attention all units, we have a suspect on the run in Vespucci Canal. Female age young, name is Lana Young. Wordt dus gezocht naar een verdachte door collega's. Bij de Vespucci Canals. En daar is assistentie gevraagd omdat er mogelijk dus een vrouwke er vandoor is aan het gaan. Ja, oranje gaat steeds aan met blauw. Dat is een bug in de ILS-file of een bug. Dat is denk ik gewoon een foutje in de ILS-file. Dat zie je wel eens vaker met voertuigen. Zo gefixt. Alleen ik heb het nog niet aangegeven bij de maker. Kijk eens aan, ja. Oh, fucking fuck. Dag chef. This is science, too. Hij praat niet, oké, best, ja. We gaan zoeken. Ja, daar staat ze, denk ik. Collega, je liep er langs, zeg maar. Goedendag mevrouw. Nee, die is niet age jong. Staan blijven. Staan blijven. Collega achter je. Oh shit. Ah, we zijn veel sneller dan die vrouw. Kom op. Hoppakee. Ik dacht dat age jong was, tot de leeftijd jong was, maar ze ziet er best oud uit. Waarom krijg jij geen beroerte van, ik zeg je eerlijk. Ja, alles goed. Als die vrouwen stopt, dan is alles goed, grap. Zo. Deze lijn een beetje recht door de... Hé, hey, kat! Die gaan we niet deze naar. Ik heb zelf ook twee katten. Als we hem tasen, het zou wel grappig zijn. Dan valt hij in de water. Dag vrouwke. Ik had toch... En dan ben ik misschien wel racistisch. Ik had toch een Chinese vrouw verwacht. En een jonge vrouw. Ik weet dat... Li Jong of zoiets? Jong? Ik weet niet. Als ik tegen hem aanlopen, valt hij nog in de water? Nee. Nou, mevrouw, wie heb ik eigenlijk voor me? Heb ik de goede vorm? Ja, Lana Jong. Ja, eigenlijk is het helemaal niet... Nee, is het helemaal niet... Chinees. Ja, goed. Transport en Sataar, die hebben in ieder geval zicht. De vrouw die gaat terug naar de scene. Ik ga weer terug naar mijn voertuig. Dan gaan we door naar de laatste melding van vandaag. En dat gaat zijn, dat weet ik ook niet. Dat zien jullie straks wel. Zo. Zeg dat maar eens na. We staan met T6. Tutut. Meldingen ingeschakeld. Ja. What's up, man? Yo, what's up? Ja, ik krijg gewoon door. We have possible assault in Grande Sonora Desert. Hey, dude, what's going down? Kan je natuurlijk heel veel meldingen ook van een ander gebied. Dat is nou eenmaal zo als je in Utrecht, ik zeg maar, het centrum dienst hebt, dan hoor je ook Utrecht Noord, Utrecht Zuid. Dat hoor je ook gewoon allemaal over de Porto heen gaan. En dat is natuurlijk te herkennen. Kijk,
Ik zal Limburg even pakken, omdat ik daar zelf natuurlijk woon en zelf al een keer een dienst heb meegedraaid. Dan heb je natuurlijk de 32-serie, dat is Maastricht. 32-01, 32-02, 32-03, 32-04 meestal. Nu moet ik zeggen, dat is de laatste tijd veranderd, maar om het even makkelijk te houden. Dan heb je de 31-serie, dat is 31-01, 31-02, 31-03, 31-04. Dat is dan ook weer een andere regio buiten Maastricht. Dan heb je de 33 en ga zo maar door. Waar staan we eigenlijk op te wachten? En zo herken je dus welke melding van jouw gebied is. Zodra jij dus hoort 3201 of LB moet ik zeggen, LB 3201. Nou, dan weet jij als je de 03 bent dat je toch even moet meeluisteren, want stel dat is bij jou om de hoek. En als je dus de 3101 hoort, die wordt opgeroepen, ja dan weet je van, het is wel bij mij in de regio, maar niet in mijn werkgebied, dus hoef ik niet heel erg mee te luisteren. Zo, goeiedag schoteling, schrik me helemaal de perspleuris. Die is van mij. Dat is een Bugatti Veyron, hè? Ja, dat is een Bugatti Veyron. Ik heb er een stopteken gegeven. Ja, dat ding die gaan we kwijtraken. Als hij met volle snelheid... We have a possible 148 on a Heritage Way. Dispatch, suspect located, moving to engage. Ik denk dat ik de verkeerde stopteken heb gegeven. Nee, toch niet. Maar hij herkent hem nog niet als een officiële achtervolging. Oh, daar komt hij weer. Van achtervolging, nee, dat is dus. Ja, die Vito heeft nu natuurlijk ook die sirene, omdat dat sirene slot wat ik daarvoor gebruik dus ook op de Vito zit. Twee busjes kunnen we best makkelijk klem zetten. Is hem dat voor mij? Ja, hè? Ik hoop het toch. Want ik heb geen rood stipje. Gaat er heftig aan toe. Als ik nou kon zien waar die reed, had ik hem kunnen afsnijden. Maar in het echt kan dat natuurlijk ook niet, dat snap ik wel. Dit moet echt heel snel stoppen. Dit is levensgevaarlijk. Die man die staat nog, anders had ik hier een ambulance gevraagd. We dachten hij rijdt heel ver weg inmiddels al. Wel alsmaar rechtdoor. Daar gaat hij, daar gaat hij. Rijden, Vito. Die Vito rijdt tenminste wel door. Het is niet zo'n Vito die vlak voor mij rijdt en dan afremt. Stoppen! Stoppen, uitstappen!
Zo, we hebben een vrouw achter het stuur. Ja, daar luisteren ze meestal wel naar als je op ze schiet. Villijnen, let op collega's. Ik ga naderen. Jij gaat naderen, wie gaat naderen jongens? Ik ga naderen, ik wil graag de wapens niet op mij gericht hebben. Oké, toch wel. Ja, keurig dames, lekker gewerkt, pikkies. Blijf nog even hier, schatjes. Nee? Okay. Ja, toch wel vragen waarom deze stripe in die kleur rood en van die stripe in die kleur rood. Klopt de Vito dan niet of klopt deze dan niet? Dat is mijn gedachte. Ik denk... ik weet het echt niet. Wat ik wel weet is dat ik deze video ga afsluiten. Deze mevrouw die gaat haar rijbewijs per direct kwijt zijn en ook worden aangehouden voor diefstal van een voertuig natuurlijk, want daarvoor reed ze mij aan. Of niet bewust, maar zo kwam zij mij in mijn vizier, want ze reed mij aan met het autoalarm eraan. Ze heeft iemand zwaar mishandeld aangereden, je ziet het aan de rode kleur, of bloed kan ik gewoon zeggen, op de motorkap. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, als jullie ruimen met ja, die gaan we een beetje overnieuw doen, maar jullie mogen mijn bloepen gewoon horen. Ik ga je bedanken voor het kijken, jullie over een paar dagen graag bij een nieuwe video. Wat er gaat zijn, nog geen idee. Misschien roleplay, misschien iets anders. Jullie zien vanzelf wel. Tot dan. Joe!